President Chandrika Prasad Santokhi is na deelname aan de CARICOM en CELAC staatshoofdenvergaderingen afgelopen zaterdag aangekomen in Suriname. Samen met minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft de president deelgenomen aan de 46e CARICOM Heads of Government Meeting in Guyana en de CELAC Top op Sint Vincent en de Grenadines. Bij de bijeenkomsten bieden Suriname de kans om belangrijke kwesties te bespreken en samen te werken aan regionale ontwikkeling. Daarnaast hebben de meetings ook de mogelijkheid geboden om de Surinaamse standpunten te delen en te luisteren naar partners in de regio. De president is vastberaden het pad van vooruitgang voor Suriname voort te zetten.